Jacob Huisman, de zoon van schilder Jopie Huisman, beweert dat onlangs bij Veilinghuis Oost-Friesland een valse aquarel van zijn vader is geveild. Huisman zegt het origineel te hebben en heeft daarom aangifte gedaan. Overigens liet Oost-Friesland in oktober al in een persbericht weten dat er een kopie van het kunstwerk was. Het gaat om een gezicht op Workum, dat in de oorlogsjaren door Jopie werd verkocht aan een inwoner van Workum. De dame verhuisde met haar gezin naar Amsterdam. In de jaren 50 probeerde Jopie het werk terug te kopen. Dat lukte niet, maar Jopie mocht de aquarel wel lenen om een duplicaat, een kopie, te maken. Een expert van de koper heeft in oktober vastgesteld dat de geveilde aquarel een originele Jopie Huisman is. Vermoedelijk heeft Huisman dus twee originelen van hetzelfde onderwerp gemaakt.